NEC begon vanmiddag aan de voorbereiding op de laatste twee competitiewedstrijden. Zoals verwacht stond er geen nieuwe trainer voor de groep. Technisch manager Edwin de Kruijf heeft na positieve gesprekken met Ronde Groot en Patrick Pothuizen... besloten dat deze twee het seizoen afmaken. Samen met Wilfried Broekhuis zijn zij de technische staf. Nou, je moet zorgen dat je voldoende punten haalt, dat je erin blijft sowieso. Er dat, dat kan zes punten zijn, er kan vier punten zijn, maar dan kunnen er ook drie zijn. Maar goed... Het belangrijkste is dat je, dat je het vertrouwen weer uh, terug in de ploeg krijgt. En, uh, daar hebben we nu twee weken voor, richting AZ. En uh, dan spelen we heel, heel veel uh, positiespelen, partijspelen. Maar vooral het vertrouwen uh, moet terugkomen. En uh, dan zie je toch al een beetje dat het weer groeiend is. Kijk, wij zijn anders opgeleid ook in Nederland. We hebben een andere manier van trainen. Ja, uh, Ieder heeft zijn eigen manier. En uh, wij doen het op onze manier. Jeffrey leivaker is gevraagd als verbindende rol tussen staf en selectie. Patrick en Ron uh, die kennen de club heel goed. Uh, wat ook belangrijk is, is dat ze de spelers heel goed kennen. En uh, dat kan alleen maar in ons voordeel werken. Als er een echte een nieuwe trainer komt, dan uh, die moet je eerst uh, de spelers gaan leren kennen uh, wie ze zijn, wat ze kunnen. En uh, dat heeft uh, normaal gesproken heel veel tijd nodig. En die tijd uh, hebben we niet. Dus de keuze die uh, heeft gemaakt is denk ik uh, de beste keuze die ze kunnen maken nu. Uh, het is belangrijk dat we de rust uh, terugkrijgen en uh, bepaalde structuur in het team uh, terugkrijgen. En, uh, ja, vooral dat de, dat de spanning eraf gaat bij de jongens. En. Uh, nou, de, de trainingen die we hebben gehad onder hun uh, is het, uh, eigenlijk wel, uh, ja, gaat het eigenlijk wel goed. En we hopen dat we deze weg door kunnen, uh, door kunnen pakken en. Uh, met een frisse start uh, tegen AZ kunnen. Ja.